Hoi en welkom bij FEM. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over reizen en mijn tips op het gebied van reizen. Ik ben gek op reizen. Ik denk dat naast beauty reizen mijn grootste hobby is. Ik vind het geweldig om wat van de wereld te zien. Maar reizen is ook niet heel goedkoop helaas. Zeker als je denkt, ja, ik wil heel graag een all-inclusive resort aan de andere kant van de wereld. Ja, dat kost gewoon wat. Dus vooral het vliegen is vrij duur. Nou, vroeger, toen wij thuis niet zo heel veel geld hadden, toen mijn ouders net gescheiden waren, toen wilde mijn moeder heel graag op reis. Nou ja, als je niet veel geld hebt, kan je niet zo heel veel. Maar wat echt betaalbaar was, wat wij destijds deden, was dat wij op busvakantie gingen. Je kan al best wel voordelig bijvoorbeeld naar Spanje of naar Frankrijk met een busorganisatie. Ik weet nog dat ik dat echt super leuk vond. Dus dan ging je een weekje en dan ja, ging je 2 dagen rijden of zo. Kwam je aan en dan had je een hotelletje. En ja, weet je, het is echt. Ik heb het idee dat heel veel mensen busreizen onderschatten. Want dat kan dus heel voordelig zijn. De prijzen daarvan. Kijk, een vliegticket is vaak het duurste. Dus bijvoorbeeld, wij vinden het nu heel erg leuk om naar Jamaica te gaan. Maar eigenlijk, de prijs die we betalen voor vakantie, het grootste deel daarvan gaat naar de vliegticket. Helaas kan je niet met de bus naar Jamaica. Maar bijvoorbeeld, dichtbij kan je gewoon een busreis nemen. En dat scheelt al honderden euro's. En als je gewoon een jaar of 2 jaar spaart, dan is dat misschien een optie. En het is echt serieus leuk. Ik weet nog dat ik het onwijs leuk vond als kind. En op die manier kan je toch een beetje betaalbaar Europa zien. Je kan natuurlijk ook zelf met de auto gaan door Europa. Is ook betaalbaar, maar ik heb het een keertje uit zitten rekenen en het was gewoon voordeliger om met een busreis te gaan versus zelf benzine betalen en zo. Maar goed, als je een auto hebt waar heel veel mensen in passen en zo, dan is dat misschien goedkoper. Maar dat is ook een optie en dat is een stuk voordeliger dan ergens heen vliegen. Verder, wat betreft slaapplek, je kan natuurlijk in een super luxe resort gaan zitten, maar je kan ook gewoon een goedkoop hotelletje of een motel zoeken. Bedenk je goed, hoe lang zit je nou eigenlijk in een hotel? Als jij zo iemand bent die graag de hele dag door bij het hotel chillt, daar zijn ook hotels voor die voordelig zijn. 2 sterren vaak of 3 sterren. Maar als je echt heel erg graag erop uitgaat en zo, dan kan je net zo goed gewoon een motel nemen waar je je auto laat staan en vervolgens zelf op pad gaat. Ook last minute zijn natuurlijk hartstikke fijn. Ik ken mensen die gewoon een week vrij nemen en dan een week ervoor pas de vakantie boeken. Het enige is, misschien is er geen reis meer over naar de plek waar jij heen wil. Maar het is, ja, het is een soort spelletje. Je moet geluk hebben. Misschien kom je iets tegen. Vaak is er genoeg, weet je. Maar dat kan zo enorm goedkoop zijn vergeleken met de originele prijs. Een vriendin van me die is laatst voor, volgens mij, 10 dagen naar de Dominicaanse Republiek gegaan. Met een superluxe resort, alles erop en aan, ultra all inclusive voor 800 euro. Terwijl die ticket is volgens mij 700 euro of zo. Dus ja, natuurlijk is dat is niet de goedkoopste reis. Maar in verhouding, als wat je normaal betaalt voor de Dominicaanse, is dat een stuk voordeliger. En busreizen hebben dus ook last minutes. Dus als je het echt super, super betaalbaar wil houden, ga naar een busreisorganisatie en vraag of ze last minutes hebben. Plekjes in een bus ergens, misschien nog een hotelletje ergens over. En ja, weet je kan het zo duur maken als je zelf wil, maar het hoeft niet. Verder ben ik een groot voorstander van op vakantie gaan en een hotel nemen waar je eten hebt. Het liefst minimaal half pensioen. Half pensioen zodat je ontbijt en avondeten hebt. En dan ben je natuurlijk all inclusive. Want ik weet niet hoe het jullie zit, maar als ik geen eten bij mijn hotel heb en ik ga elke keer buiten de deur eten, is het veel, veel duurder. En half pensioen, dan heb je een buffet, 's ochtends en 's avonds, soms ook 's middags vol pensioen heet dat. En dat is gewoon uiteindelijk goedkoper dan, nou ja, bij mij in ieder geval. En natuurlijk kan je ook zelf wat koken, maar in een hotel is het vaak niet helemaal mogelijk. Je kan een appartement nemen waar je dan een keukentje hebt dat je gaat koken, maar ja, echt reken het een keer uit. Ik heb gewoon een keer alle opties doorgenomen destijds. Ik heb dat voor mijn moeder gedaan toen. En het voordeligste was gewoon half pension, tussen de middag iets eten omdat je dan na eenmaal op pad bent buiten. Maar verder gewoon bij het hotel is. En dat was destijds het voordeligst. Verder kan je natuurlijk ook nog kamperen. Daar moet je echt van houden. Ook dat geldt met de auto ergens heen. Tent meenemen. Op een camping een plek reserveren. En dat is denk ik de meest budgetproof manier om op vakantie te gaan in Europa. Buiten Europa wordt het natuurlijk een stukje duurder. Maar ook dat kan, als je wil, redelijk betaalbaar zijn. Wat ik al zei, last minute scoren. Ik heb een keer een super goede actie gehad met New York. Dat ik met een vriendin daarheen ging en we betaalden gewoon net zoveel voor een vliegticket naar New York als dat je normaal hier naar Spanje vliegt bijvoorbeeld. Het was echt zo bizar en weet je, gewoon hou de aanbiedingen in de gaten. En ik heb ook dat ik zeg maar de nieuwsbrieven binnenkrijg van heel veel reisorganisaties. Omdat ik daar de last minute dan zie en ik vind het gewoon leuk om dat in de gaten te houden. En dan oeh, dat is er eentje. En
ja, niet te lang nadenken ook. Bijvoorbeeld last minute zijn heel snel weg ook. Dus als je een goede aanbieding ziet, nou ja, we doen het niet, we doen het niet. En ook in je vakantie kun je het zo duur maken als je zelf wil. Je kan heel veel gaan shoppen, maar je kan ook gewoon, ja, minimaal geld hebben. Ik heb een keer met Gregor, toen wij nog jong waren, toen wij 18 waren, gingen we naar Turkije met z'n tweeën. Toen hadden we allebei 200 euro cash mee. En daar hebben we 2 weken van in Turkije gezeten. We hadden wel een hotel met eten, maar weet je, als je echt niet veel geld hebt, met 200 euro kan je in principe, ja, alles doen wat je wil. We hebben toen 1 handdoek geloof ik gekocht en we hebben buiten de deur een paar keer gegeten als in een broodje. En toen was het geld op en toen was het al klaar, ja. Nou, dit zijn een paar van mijn tips. Natuurlijk zijn er nog veel, veel, veel meer tips hoe je budgetproof kan reizen. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie hieronder achterlaten wat jullie tips zijn op het gebied van voordelig reizen. Oh, nog 1 tip. Je kan natuurlijk ook gewoon in Nederland op vakantie, hè? Dat is ook zo'n dingetje. Je kan ook gewoon in Nederland op een camping staan. Aan de andere kant van Nederland, er zijn genoeg plekjes die je waarschijnlijk nog niet kent. En op die manier kun je toch een soort van een mini vakantie hebben, wat helemaal, echt helemaal niet duur is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat jullie eigen tips hieronder achter. Ik ben heel erg benieuwd. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! In deze video ga ik jullie laten zien hoe je zelf een bloemenkroon kunt maken. Ik zie je heel vaak terug op festivals, maar ook gewoon bij meiden die hun outfit op.